Komende week is de Nationale Sportweek en die begint vrijdag in Lelystad. Bij sport hoort altijd een voorbeschouwing en dat doen we deze tijd iedere dag rond deze tijd. Deze week dus, bedoel ik. Ja, en tijdens die sportweek is er ook een rol weggelegd voor Paralympisch sporter Bo Kramer uit Almere. Zij werd vandaag uitgenodigd in het stadhuis in haar woonplaats. Ja, Kramer won in Tokio tijdens de Paralympische Spelen een gouden medaille met het rolstoelbasketbalteam. Almere is uiteraard trots op haar en daarom sprak loco-burgemeester Hilde van Garderen haar toe. En verslaggever Han Dijkstra was erbij. In de raadzaal, want daar gebeurde het vanmorgen allemaal. En Bo Kramer zit hier natuurlijk naast mij met haar gouden medaille. Bo, als eerst gefeliciteerd natuurlijk. Bedankt. Ja, dat is natuurlijk een prachtige prestatie geweest. Je hebt hem omhangen, de gouden medaille. Zeker. Is hij zwaar? Hij is zeker zwaar, ja. Iedereen die hem vastpakt, die denkt, oh, die is zwaar. Ja. En toen ik hem weer omkreeg, dacht ik ook weer, oh, hij is zwaar. Dus ja, dat is echt wel een dingetje, ja. Nu word jij hier binnengehaald in Almere, je geboortestad, zeg maar, waar je geboren bent en natuurlijk ook opgegroeid bent. Maar je woont er niet meer. Nee, dat klopt. Nee, ik woon inmiddels al, bijna 8 jaar buiten Almere, op Papendal in Arnhem. Maar ja, hier wel 16 jaar gewoond, geboren en getogen. Ja, vind je het dan mooi inderdaad dat ze dat in Almere nog doen? Of zeg je van, ik woon hier niet meer, ik heb niet zoveel binding meer met deze stad? Nee, ik vind dat echt juist onwijs gaaf eigenlijk. Omdat dit wel mijn stad is waar ik opgegroeid ben. Technisch gezien hoeft het niet te doen, want ik ben geen inwoner meer van Almere. Maar ik kom hier wel nog regelmatig en altijd met veel liefde. Dus nee, ik vind het echt alleen maar onwijs gaaf dat ze het doen. Ja. Op deze momenten merk je dat sport belangrijk is. Hè? Olympische Spelen, Paralympische Spelen, dan kan een sport in één keer gaan groeien. Want ik kan me voorstellen, dat veel mensen de sport niet goed genoeg kennen. Ze kijken het niet, ze zien het niet. Maar als het Paralympisch is, gaat in ieder geval iedereen het zien. En zien ze nu ook jouw medaille. Hoe belangrijk zijn die Paralympische Spelen? Ja, ik denk best wel belangrijk. En dan zeker met de media-aandacht die er natuurlijk nu voor geweest is. Als je de sport niet kent, dan weet je niet wat het is. Weet je niet hoe leuk het is. Ken je iemand die het doet, dan ga je al wat sneller kijken. Maar hoe meer mensen bekend raken met het fenomeen rolstoelbasketbal, hoe leuker ze het in mijn ogen gaan vinden. Kijk, ik ben natuurlijk niet helemaal objectief, want ik vind het de allerleukste sport. Maar het is ook een hele leuke sport voor mensen om naar te kijken. En helemaal als je niet bekend bent met gehandicaptensport, is dit wel de eerste sport waar mensen denk ik naar gaan kijken. Dus het is onwijs belangrijk dat steeds meer entourage krijgt, zeg maar. En zo'n spelen, dat helpt daar gewoon bij. Want dat is allemaal net iets groter, net iets mooier. En nu je goud wint helemaal. Jij doet mee met de Paralympische Spelen. De Olympische Spelen zijn al veel langer groter. Maar de Paralympische Spelen zijn de laatste jaren wat groter geworden, wat bekender geworden. Merk je dat het steeds groter wordt, belangrijker wordt? Jazeker. Ik denk vooral dat je het binnen de sport merkt dat het gewoon steeds professioneler wordt. We zijn echt allemaal topsporters. We trainen 20 uur in de week. Het is ons werk. De prioriteit ligt gewoon bij sport. En dat ga je uiteindelijk naar de buitenwereld toe ook merken. Dat er steeds meer media-aandacht komt. Het wordt wat aantrekkelijker voor sponsoren. Ik denk dat daar eerste stappen in gezet zijn. En dat als we dit voort kunnen zetten, dat er mooie dingen kunnen gebeuren. Ja, mooie dingen. Er worden dingen geroepen als het moet maar eens samengaan met de normale Olympische Spelen, zeg maar. Is dat een idee dat je de Paralympische Spelen en de Spelen bij elkaar haalt? Ik denk dat dat niet haalbaar is en dat je dat ook niet moet willen. Het zijn echt wel twee verschillende toernooien. Al is het alleen maar om de omvang. Al het regelen wat er toch nodig is voor mensen met een beperking aan andere bussen. Extra ondersteuning. Dus ik denk ook niet dat wij... ik weet niet of ik daarvoor mag spreken. Maar ik zou niet per se samen met de Olympische Spelen willen. Maar tuurlijk zou het tof zijn als het wat bekender wordt. Dat vooral. Ja. Maar nee, ik hoef niet per se samen, denk ik. Ja. Maar je zou het nog meer naar elkaar kunnen trekken, ook in het dagelijks leven. Hè? Want dat is natuurlijk wel de bedoeling. Dat zie je wel steeds meer gebeuren. Dus zou het misschien wel een logische stap kunnen zijn? Ja, zeker. Maar ik denk inderdaad dat de eerste stap daarin is dat het gewoon in het normale NOS Sportjournaal wordt uitgezonden. Bijvoorbeeld als wij Europees kampioen worden. En dat het niet los van elkaar gezien wordt. Want daar is denk ik nog de grootste winst te behalen is dat er is nog een verschil tussen de valide topsport en de Paralympische topsport. En ik denk als dat verschil gaat verdwijnen, dat je dan al heel ver bent. Ja. Hier in Flevoland zijn ze er ook druk mee bezig. Het Sportservice Flevoland bijvoorbeeld probeert ook jouw sport, de gehandicapte sport, hoog op het kalendertje te zetten. Zeker. Wat moet er nog gebeuren, denk jij, om nog meer aandacht daarvoor te krijgen? Ik denk dat het een combinatie is van dat wat de sporters doen, dus hoe wij ermee omgaan. Weet je, de Paralympische sporters kunnen roepen, wij hebben geen media-aandacht, maar als je niet zelf je best ervoor doet, dan gaat het ook niet komen. Weet je, aan PR of marketing of iets, moet gewoon gewerkt worden, klaar. En ik denk dat de
En daar is Sportzorg Flevoland onder andere heel erg goed mee bezig. Als je bijvoorbeeld een campagne maakt over topsport, betrek er een Paralympische sporter bij. En dat doen zij nu heel erg goed. En daardoor wordt het wat normaler voor mensen. Want dan in een spotje van topsport zie je dan eerst iemand rennen en vervolgens iemand in een stoel. En dan wordt het wat normaler voor mensen. En ik denk dat het belangrijkste is als het normaal wordt voor mensen, want dat is het. Dan ga je het verschil een beetje verliezen. Ja. Jij hebt nu goud gewonnen, Paralympische Spelen. Wat betekent dit goud voor Flevoland? Voor de mensen die gehandicapt zijn, die willen sporten. Wat betekent deze medaille voor de Flevolanders? Nou, ik hoop dat het inspiratie kan geven, dat je je dromen kunt waarmaken. En of die droom nou is Paralympisch goud, of dat die droom is, ik wil één keer in de week bij de plaatselijke club gewoon lekker bewegen. Ondanks dat ik vorig jaar gehandicapt geraakt ben. Het hoeft geen Olympisch goud te worden, dat wil ik meegeven. Maar ik denk wel dat een droom hebben daarin heel belangrijk is. En ik hoop dat door deze gouden medaille de gehandicaptensport in ieder geval in Flevoland een stukje toegankelijker wordt. En dat mensen gewoon zien hoe tof in dit geval rolstoelbasketbal is. Ja. Bo Kramer, dankjewel voor je reactie hier vanuit de raadzaal in Almere. En ze gaat Almere in hoor, want ze gaat langs de scholen om haar medaille te tonen. En ook de sport te tonen met clinics in onze provincie. Dus jullie kunnen haar nog tegenkomen in Almere. Ja, tijdens de Nationale Sportweek zal ze zich dus laten zien. Verslaggever Han Dijkstra was dat vanuit het Almeerse stadhuis. In gesprek daar met Bo Kramer. Die is er niet groot mee geworden met het verhaal over het 7-jarig jongetje Dolfje dat op zijn 7-jarige verjaardag erachter komt dat zijn haargroei toch wel in één keer heel erg begint toe te nemen dan ook. Het boek van Paul Verloon natuurlijk ook. We zeiden het al, er zijn weerwolven gespot in de omgeving van de Meerpaal in Dronten. En als het spannend wordt en als er op onderzoek uit worden gegaan, dan gaan wij daar onze verslaggever Jaap van den Biezen heen sturen. Jaap, hoe is de situatie bij jou? Ja, Arnoud, ik sta hier met gevaar voor eigen leven. Hè? Het is bijna volle maan. Dolfje Weerwolfje bestaat dit jaar 25 jaar. En komend weekend, ja, de derde serie, de derde keer dat de show wordt opgevoerd, begint dan hier in de Meerpaal. Bijzonder moment. Voor mij ook wel een jeugddroom. Hè? Ik was denk ik een van de eerste lezers die 25 jaar geleden dat, of eigenlijk voorgelezen kreeg van mijn moeder. En nu sta ik hier in de Meerpaal. De cast en crew die zijn vandaag aan het oefenen. Het decor staat klaar en zaterdag is het zover. En wij mogen al even wat gaan horen. Dolfje, we moeten het belangrijkste nog leren. Wat dan? Janken naar de maan. Het is hoe alle over praten. Het is echt simpel zo.
Ja, het zijn een van de eerste beelden die we mogen zien dan ook. Lotte Slinkert, Levi Vos, Bente van der Brand, Finn Ponchin en een van de kinderen die Dolfje Weerwolfje speelt. Het is een vrij exclusief kijkje achter de schermen die wij hebben eigenlijk, Jaap. Ja, dat is het absoluut. Zaterdag wordt het seizoen, het culturele seizoen van de Meerpaal hier dus geopend met deze show. En we mogen heel even kort spreken met regisseur en schrijver Jasper Verheugd en Weerwolf Mees. En Mees, om met jou te beginnen, is de weerwolf van jou nou wakker geworden? Zeker. Hoe voelt dat? Het voelt heel fijn. Ik heb echt het gevoel, zeg maar, ik ben super blij als dat ik dat kan doen. Je was net al even aan het doen, hè? Janken naar de maan. Heb je dat veel moeten oefenen? Ik heb dat heel veel moeten oefenen, maar het was natuurlijk altijd superleuk. Ja, altijd. Het is al een lang verhaal, hè? Even naar jou, Jasper. Waarom blijft dit verhaal zo ontzettend populair? Ja, het is toch universeel. Het gaat over een jongetje die anders is. En in deze tijd helemaal. Ja, hij is een weerwolf. En er zijn heel veel kinderen die anders zijn. En hij vindt het eerst heel moeilijk om anders te zijn. Maar uiteindelijk accepteert hij het om anders te zijn dan anderen. En als mensen zaterdag nou komen kijken, hè, waarvoor moeten ze hier naartoe komen? Wat gaan ze zien? Eén, het is spannend. Een jongetje dat verandert in een weerwolf. Het is ook heel grappig, dus het wordt ook veel gelachen. Je kan heel veel meezingen en je moet ook meehelpen om het verhaal op te lossen. Samen met Dolfje en nog twee andere kinderen die met de voorstelling mee, namens zijn broertje Timmy en Noora, die spelen ook mee. En in elke voorstelling ook zijn er steeds drie kinderen die meespelen. Klinkt te gek. Leuk om jullie ook even te zien. En nou nog één keer voor Flevoland, janken naar de maan. 1, 2, 3. Au! U bent gewaarschuwd. Dankjewel. Jaap van der Biezen vanuit de Meerpaal in Tronten. Marjolein Westendorp, zij is de nieuwe kersverse stadsdichter van Tronten. En we hebben natuurlijk ook aan jou gevraagd, Marjolein. Van, ja, dan moet je ook wel iets meenemen. Het werk. Wat heb je meegenomen? Het heette Een Monument voor Tronten. Ja. En het is een kleine ode aan de gemeente Tronten. En ik denk dat bijna alle facetten van de mooie gemeente erin zitten. Was dit het gedicht waarmee jij hebt gesolliciteerd? Waarmee je hebt gewonnen, zeg maar? Dit was het doorslaggevende gedicht, de tweede. Oh, dus je had al een goede hartje gedaan en toen kwam je bij deze en toen waren ze om. En toen was het, ja. Okay. Nou, aandacht voor de nieuwe stadsdichter van Tronten, Marjolein Westendorp. Een monument voor Tronten. Een levend monument uit water verrezen. Waar een indrukwekkende geschiedenis aan kleeft. En nu een gemeente die mag worden geprezen, die voor haar bewoners zoveel te bieden heeft. Een stadskarakter in een dorpsomgeving, woonwijken omringd door bos en perk. Moderne gedachten, maar natuurlijke beleving. Commerciële bedrijvigheid en landbouwwerk. Lange uitgestrekte boerenvelden. Een meerpaalplein voor gezelligheid en vitier. Onrust en narigheid gelukkig zelden. Mooie festivals, markten en kunst voor de sier. Van basisschool tot studentenstad, zelfs met internationale bekendheid. Een korte cursus of academisch pad, wat naar een bloeiende toekomst leidt. Een gemeente die een gemeenschap maakt, vol met sport, theater en cultuur. Die van duurzame ideeën blaakt en ons belang behartigt ieder uur. Een plek die je helpt te worden wie je bent. Groot genoeg om in te verdwijnen. Maar waar je ook je buren kent. Geen betere gemeente dan de mijne. Ja, maar dan ben je toch klaar? Ik bedoel, heb je alles meegenomen wat rond heeft? Ja, Vinkstag zich eraf gerond. Nee hoor. Ja, ik zeg punt erachter en op zoek naar een nieuwe dichter. Ja. Nee, je bent net begonnen. Dit was dus globaal, Dronten. Dit is globaal. Ja, daarom vind ik het ook een mooi begin van mijn periode dan. Ja, alles zit erin, wat er ook zijn. Ja, een monument voor Dronten, ja. En nu, de volgende. De volgende. Wanneer gaan we dat verwachten? Of heb je daar nog geen tijdspanne voor? Ik denk ongeveer begin oktober. Dat moet ik wel redden. Moet je dan nog inspiratie al opdoen? Ga je dan ergens heen? Ga je dan kijken? Ga je wat voelen? Ga je meemaken? Nou, ik ga vloggen dus. Want je bent de vloggende stadsdichter. Ik ben de vloggende stadsdichter. Ja, dus de camera gaat mee. Ja. Ik werk door eerst achtergrondinformatie bij elkaar te verzamelen. Ik hou zelf erg van geschiedenis. Dus ik vind het ook heel leuk om dingen uit te zoeken. En dus ik ga een onderwerp kiezen. Dan ga ik mee aan de gang van, goh, wat is er allemaal over te vinden? Kunnen we daar mooie verhalen uithalen en dat soort dingen? Dat wil ik ook in de vlog laten zien. Mm-hmm. Op de plek van waar het onderwerp over gaat. Daar een beetje bij filmen en dan zelf vertellen van wat de achtergrond daarvan is. En dan afsluiten met de voordracht van het bijbehorende gedicht. Ja. Dus het wordt ook een stukje, nou, een beetje informatief erbij. Ja. Ja, maar dat gedicht kan je wel weer nalezen, hoop ik. Precies, ja. Ja? Ja. Ja, de vlog komt gewoon op YouTube en het gedicht is na te lezen bij de site van de gemeente. Ja, precies. Ja. Is vloggen poëzie? Ik denk op zichzelf staand misschien niet, maar het is voor nu wel een mooi medium om het gedicht beter uit te leggen. Ja. Is het ook nog van deze tijd?
Vloggen? Poëzie? Poëzie? Nou, kan het zeker zijn. Ik denk eigenlijk wel. Ik bedoel, kijk naar muziek. Hè? Heel veel singer-songwriters nu heel populair zijn. Ja. Persieboe is toch eigenlijk ook gewoon een beetje poëzie. Maar dan ik zag bij Matthijs van Nieuwkerk afgelopen weekend. Daar zat Ernst Jans, hoe heet die andere van Doe Maar. Koopman? Nee. Nee, Henny Vrienten. En die is helemaal into de poëzie. Dat wist ik helemaal niet. Ja. En daar komen ook zijn teksten vandaan in dit Doe Maar liedje. Ja, ik snap de link heel goed. Ja, die link heb ik nooit begrepen. Ik denk dat is rijmelarij gezellig en daar gaat hij nog een keer. En die vrienden is... Maar die zit daar echt helemaal in. Die weet alles over poëzie, Nederlandse poëzie. Ook de hele moeilijke. Oh, ja. Heb jij ook voorbeelden? Je zegt van nou, van die wil ik wel af en toe wel eens iets gebruiken of inspiratie opdoen op de manier van rijmen. De manier van, nou, ik vind Toon Hermans bijvoorbeeld, de manier van rijmen vind ik hartstikke mooi. Dat is ook niet te moeilijk. Je leest het één keer, je snapt gelijk waar het over gaat. En het is wel heel beeldend en verhalend. Daar houdt van. Soms is het ook heel verrassend. Zeker. Ja, ja jij noemt de tegeltje het vriend, maar ik heb meer met zijn liedje Appels op de tafel. Zo simpel, maar... Ja. Je moet ook woorden gebruiken die natuurlijk tot de verbeelding spreken. Hè, waar mensen zelf een idee bij krijgen. Ja, ja en ook als je een woord gekozen hebt... het kan zijn dat ik dan een halve dag later denk van... oh, dat is toch helemaal fout. Streep erdoor en weer iets anders verzinnen. Ja. Heb je wel eens een gedicht gehad wat gewoon 10 keer de prullenbak is ingegaan... waar je eigenlijk niet weer uit bent gekomen? Zeker. Ja, maar... je hebt soms dagen en dan ga je zitten en het rolt eruit. Mm-hmm. En een andere keer dan ga je zitten en denk je... nou, ik kan net zo goed stoppen. Wordt morgen, denk ik. Ja. Kijk, dat heeft iedereen wel eens. Ja, precies. Ja. Dat kan ook niet anders. Wij gaan jou meemaken als de stadsdichter van Dronten. Hoe lang is de periode ook alweer? Hoe lang gaan wij van jou genieten? Twee jaar. Okay. Ja. Zit je nu al een beetje tegen dat moment op te hikken? Dat je denkt van, oh, zo kort maar, ik wil het langer doen. Nou, ik vind het ontzettend leuk. Ja. Ja, nu al. Nu al, ja precies. Ik ben er net verstart. Moet ik zeggen, het enthousiasme straalt er vanaf. Ook voor de mensen die met ons mee hebben gekeken. Je kan er ook vinden op vloggen. Waar vinden we die vlogs? Op YouTube. En dan zoeken op stadsdichter Dronten. Heel simpel. Nou, makkelijker kan het eigenlijk niet. Precies. Marjolein, dankjewel.